Met betrekking tot de adviezen kan er evenwel een spanningsveld ontstaan dat inherent is aan het politieke systeem. Er worden dagelijks en dikwijls vooraf politieke afspraken gemaakt over richting of inhoud van wetsvoorstellen. Een advies van de staatsraad kan dan als overbodig overkomen, want er zijn afspraken gemaakt met politieke partijen over de richting en de inhoud van wetten. Maar uw taak als staatsraad is namelijk op basis van uw inzichten, op basis ook van uw kennis, daar aandacht aan te schenken. Wij van de regering kunnen afspraken hebben gemaakt in coalitieverband. Maar het is uw taak als staatsraad om met uw verantwoordelijkheid ons als regering de juiste inzichten, de juiste adviezen te geven. De regering neemt de inzichten en adviezen van de staatsraad met bijzondere aandacht tot zich. Zeker als het gaat om het wetgevingstraject. Ook al zouden er politieke afspraken zijn gemaakt. Wij kijken uiteindelijk naar gezaghebbende adviezen van de staatsraad, die wij ook als regering zullen meenemen.